Hallo allemaal, mijn naam is Dennis en dit is een heftige video, misschien wel de heftigste van de afgelopen maanden. Het heeft te maken natuurlijk met Celsius, want deze video's die geven steeds een stukje Celsius status. Maar voor de hele cryptowereld gaat er iets heel heftigs gebeuren. En dat is dat 137.000 bitcoins van de failliete Mt. Gox exchange, wat heeft plaatsgevonden in 2014, die komen vrij in augustus. En wat er dan gaat gebeuren, dat kan heel erg heftig zijn. Nou, laat ik even terug recappen. En ik zal dan na mijn betoog een stukje video laten zien van iemand die het heel goed kan uitleggen. De situatie is als volgt. Als we teruggaan naar 2010 tot 2014 was de cryptowereld totaal onderontwikkeld. Het was het begin. Je had eigenlijk Bitcoin en een paar mini-muntjes en dat was het. En er was nog geen grote exchange. En Mt. Gox is per ongeluk de grootste exchange ter wereld geworden. De leiding van die firma die was eigenlijk niet op ingericht. En dan is het vraag om problemen. En in 2014 is die firma oms de kop gevallen, want er waren bitcoins kwijtgeraakt. De reden daarvoor: het kan een hack zijn geweest, het kan een interne storing. Er zijn meerdere redenen. De hack die werd als meeste genoemd. Maar het kan ook zijn dat het intern totaal is fout gegaan. De situatie dus is dat een heleboel klanten crypto zijn kwijtgeraakt door dit probleem. Lijkt een beetje op Celsius, alleen bij Celsius zijn ze er nog, maar bij Mt. Gox waren ze gewoon verdwenen. Nou, dan krijg je dus een faillissementsproces. En vanaf 2014 tot nu is alles in kaart gebracht van wie waren bitcoins, hoeveel krijg je als dit allemaal wordt opgedoekt, etc. Nou, er zijn dus 137.000 bitcoins, die zijn nu beschikbaar na de kosten van alle dienstverleners om dit te organiseren. En in augustus worden die vrijgegeven. Dus al die poppetjes die dus recht hebben op enkele bitcoins, die krijgen ze dan 137.000 en dat heeft een waarde van met de huidige koers ongeveer $3 miljard. Nou, dan moet je je voorstellen wat er gebeurt, hè? In 2014 is die tent op zijn kop gegaan. Mensen zijn hun geld kwijtgeraakt. De bitcoin koers was op dat moment ongeveer $1000. Dus moet je eens voorstellen, $1000. En nu, tijdens deze dip, is die nog steeds 20 keer hoger. Als jij dan je crypto ineens gestort krijgt, wat denk je dat je dan gaat doen? Ik denk dat die mensen hun gram willen halen en dat zootje gaan verkopen. Want waarschijnlijk, wat ze zijn kwijtgeraakt, is totaal gecompenseerd met wat ze nu terugkrijgen. Want het is 20 keer hoger. En wat zou jij doen? Je zou het gewoon verkopen. Nu zijn er speculaties van wat zullen mensen doen, zeker degenen die jarenlang naar die cryptokoers hebben gekeken. Want die hebben gezien beermarkt, boelmarkt, beermarkt, boelmarkt en nu weer beermarkt. Van zouden ze het wel verkopen? Nou, ik denk absoluut, want het is zoveel waard geworden, al zitten we in die beermarkt. Mensen willen gewoon een gram halen en wat je dan gaat zien is een enorme dump in de bitcoinkoers. En niet zo'n beetje ook. We gaan iets zien dat we nog nooit hebben gezien. Natuurlijk zullen een heleboel kopers in die maand augustus gaan inhouden. Dus het volume zal ontzettend laag zijn. Dat zou ook kunnen betekenen dat een aantal van die potentiële verkopers het misschien niet gaan doen. Omdat ze dan niet de volle potentie van de bitcoin gaan verkrijgen. Zij hebben natuurlijk jarenlang gezien die pieken van 2017, die piek van 2021. En die willen ze misschien nog een keer pakken. Dan kan gierigheid, die kan dan de boventoon gaan krijgen. Maar ik denk dat het grootste gedeelte gaat verkopen en dan krijg je die enorme dump. Dat is natuurlijk wel een hele mooie kans, maar ik weet niet of in de huidige macro-economische wereld dat bitcoin daar bovenuit kan komen op korte termijn. Ik hoop op een scherpe piek naar beneden en dan dat hij zich weer verder gaat ontwikkelen. Dus ik zal een hoop cash klaar hebben staan om dat op te vangen. Ik hoop ook dat de grote investeerders dat doen. Ik hoop eerlijk gezegd wel de mensen die in 2014 al die crypto zijn verloren, dat die door zijn gegaan met investeren in bitcoin, want zij waren de eerste, zo moet je het maar zien. En die hebben van alles meegemaakt en dan in de hoop dat ze het gaan bewaren. Maar reken er niet op. Er komt gewoon een enorme dump aan. Nou, wat heeft dit met Celsius te maken? Heel veel. Celsius heeft posities waar een liquiditeitsstempel op staat. Echt een limietwaarde. En als die door deze dump wordt gehaald, dan worden automatisch posities van Celsius geliquideerd. En dan zijn wij echt de klos. Want dan zal het nog meer gaan dalen in de markt en zijn wij onze tegoeden van Celsius kwijt. Dus dat is het risico wat hier aan vast zit. Dat hier even die dump komt omdat mensen hun crypto gaan verkopen, die 137.000. Jippie vind ik niet zo erg, maar het is vooral de effecten op Celsius en eventueel andere exchanges. 137.000 bitcoins, dat is niet niets. En 3 miljard aan waarde. En met het lage volume dat er nu is, geeft dat gewoon een schade. Dus dit is even mijn melding. Het is volgende maand dat dat gaat gebeuren. Ik raad je aan niet veel bitcoin meer te kopen. In ieder geval niet strategische posities. Want ik denk dat de gevolgen enorm zijn. Ik zou de cash gewoon bewaren tot dit moment. En dan pas gaan kopen als die enorme dip in de markt zichtbaar is. Ik zal deze video dus afsluiten met een stukje video van André Jik. Die legt dat enorm goed uit. En die laat ook wat stukjes van de geschiedenis zien. En zijn mening op het verhaal. Hij denkt dat het niet super erg gaat worden. Maar ik denk wel dat het gewoon echt uitdiepen wordt. Dus we zullen het zien. We moeten daar nog een paar weken op wachten. Maar het zal geen pretje zijn. Hier wil ik het bij laten. Ik wens jullie veel wijsheid en gezondheid toe. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei doei. And Mt. Gox became the world's largest crypto exchange, handling 70% of all Bitcoin transactions. Could you imagine a website that was designed for man-children like me, for Magic the Gathering, just became the world's largest crypto bank? So of course, something happened. On February 7th, 2014, Mt. Gox froze all of their withdrawals. And the reason they gave was because they found a bug in Bitcoin's code called transaction malleability. Now, to explain simply what that means, by way of sophisticated attack, if the attacker can modify what's called the withdrawal hash, which is the thing that keeps track of how much money someone has on the exchange, they can make it look as though their withdrawal failed, which allows them to email customer service and tell them, hey, I didn't get the money. Can you send the withdrawal again? And that allows the attacker to withdraw all their money twice. Well, it turns out the reason this attack was made possible is because Mt. Gox's private key was actually unencrypted and it was stolen back in 2011, which is why to this day, people believe that it was an inside job. So for years, this scam was happening a la casino style with double withdrawals. Now, by the time Mt. Gox realized all this, it was too late and they had already lost 850,000 bitcoins, which by today's market value would be worth $18.1 billion, which is about 4% of Bitcoin's entire supply. So by February 28th, 2014, Mt. Gox filed for bankruptcy, owing over $60 million to their customers. So for 8 long years, this has been an ongoing legal battle between its customers and Mt. Gox to get their money back. And not in a million years did anyone ever expect that people would get some of their money back until now. On November 16th, 2021, the courts put together a rehabilitation plan to start paying people back, kind of like the stuff that Voyager is going through right now. Well, as of July 6th, just last week, they put together a statement saying that they are finally getting ready to start paying people back, which is pretty amazing. So as of right now, their balance sheet reads 137,890 bitcoins worth roughly $3 billion. And people will be able to accept them as payment in either US dollars or bitcoins as early as next month in August. I never thought in a million years anything like this would happen. That's something that happened 8 years ago. People are finally getting some of their money back, but here we are. So the question is, once people get all this money back, if they start selling it, how will this affect Bitcoin's price? So let's assume the worst case scenario. So let's just assume that everyone who will get their Bitcoin in August will all of a sudden want to start selling it at the exact same time. What would happen to Bitcoin's price? I just want to say that it's really hard to calculate that because I don't know how many people will start buying it once the price starts dropping, but I have something to compare with. So here's the context. The Luna Foundation Guard, the LFG, on May 7th, they tweeted that they had roughly 80,000 bitcoins in their reserves. But by May 16th, they tweeted they only had 313 bitcoins left. So for easy math, let's just say they sold 80,000 bitcoins in the span of just 1 week. So let's compare that data. Now, I just want to say that they probably started selling a little bit before they tweeted. So let's take a look at a rough time period around that time to compare. You can see right here is where it starts on May 4th, when Bitcoin was $39,600. And then you see this really sharp drop to $28,900 by May 12th, which I think is exactly where the Luna Foundation Guard started selling their Bitcoin. Now, for easy math, that's a price drop of roughly $10,000 in the span of 1 week. But that was with only 80,000 Bitcoins sold, not 137,000 Bitcoins. But then again, not all 137,000 will be sold. So the theoretical price drop will probably be from today's current market value of 20,000 back down to a low of potentially in the $10,000 range. Now that sounds terrifying, but let me give you my personal thoughts. I don't think Bitcoin will fall that far. And the reason is because number one, the people that have held their coins since 2014 in Mt. Gox have probably been following Bitcoin's boom and bust cycles. So they know that it doesn't make sense to sell Bitcoin now when the price is so low. They would rather wait. But arguably the second and more important reason is because these creditors, which are these people that are expecting their Bitcoin, have already sold off the rights to their settlements to companies like Fortress Investment Group. These are hedge funds that have purchased these settlements from people at a cash value that's highly discounted because at that time, it wasn't for sure that these people would get their settlement. So they purchased the rights to these settlements at a crazy discount. So the truth is that some of these Bitcoins could end up in the hands of big companies. Now, how many of those 137,000 have already been bought? I don't know. But the point is that by August, there's a solid chance that Bitcoin could fall substantially in value. And if you see that, now you know why.